Je luistert naar de Innovatiewasstraat, de podcast waar ik achter innovatiegeheimen van organisaties probeer te komen. Hoe werken zij en wat kun jij daarvan leren? Ik ben Kim Spinder en ik help organisaties met een innovatieve manier van werken. Wil je meer weten? Kijk op innovatiewasstraat.com en download 7 gratis innovatietips om direct aan de slag te gaan. Vandaag interview ik in de Innovatiewasstraat Mark Vletter, de trotse oprichter van Voice. Mark heeft zijn bedrijf op een hele bijzondere manier georganiseerd. In dit gesprek vertelt Mark dat management stuk is en waarom er bij Voice geen managers rondlopen. Hoe jij morgen kunt beginnen met een andere manier van werken en waarom hij afspreekt met klanten dat ze fouten gaan maken. Welke samenwerkingstools ze binnen Voice gebruiken in plaats van e-mail. En op het eind vertelt Mark aan welk baanbrekend project hij op dit moment werkt. Alle interessante links en boeken die Mark noemt kun je terugvinden op innovatiewasstraat.com/podcast. Luister mee hoe Mark Vletter met Voice de manier van werken innoveert. Veel plezier! Mijn naam is Mark Vletter. Ik ben de trotse oprichter van Voice. Voice is een zakelijke telecomprovider, KPN, maar dan leuk. En wij zorgen dat bedrijven kunnen bellen. Wat wij anders doen, en dat doen we al ruim 10 jaar, is dat we de telefooncentrale, die meestal in de meterkast hangt bij een bedrijf, die hebben wij in het internet gezet. En een meterkast die of een telefooncentrale die in de meterkast staat, die heeft 4 poorten. Als je met z'n 2 bent, betaal je voor 2 te veel. Ben je met z'n 5, dan kun je dat apparaat weggooien. En ja, cloud telefonie schaal je op en schaal je af. Groeit mee met je bedrijf. Dus lagere kosten, beter afgestemd op je werkelijke communicatiebehoeften. En gewoon een mooie product. Dus dat is wat wij doen. En jullie werken niet met functies in het bedrijf, maar heb jij een functietitel of niet? Nee, maar volgens mij staat er op het internet dat ik het nerd ben bij het ene bedrijf waar we zitten en chef leuk werk bij Voice. Dat is een goede titel, chef leuk werk. Ik mocht hem zelf bedenken, hè? Dus dan kun je helemaal los. Hey, en wat maakt jullie manier van organiseren nou zo bijzonder? Je kunt dat op 2 manieren bekijken. Je kunt kijken naar hoe mensen hier rondlopen. Mensen lachen hier, standaard. Dat is iets heel bijzonders in bedrijven, zeker naarmate ze wat groter worden. Je kunt het ook bekijken door te kijken naar onze klanten. Wij hebben de allergelukkigste klanten in de telecomsector. Er is geen bedrijf in de wereld, geen telecombedrijf in de wereld, wat gelukkigere klanten heeft als wij. En een derde optie is dat je kijkt naar hoe we gegroeid zijn de afgelopen jaren. En dan zie je dat we ook financieel en commercieel een heel succesvol bedrijf geworden zijn. Ja. Dus er zijn eigenlijk 3 dingen waar je naar kunt kijken. Intern geluk, extern geluk en gewoon hoe succesvol financieel gezien is het bedrijf. Ja. En op alle assen scoren we goed hoog. Ben je een gelukkige eigenaar? Ik ben een heel gelukkig mens. Ja. En jullie manier van organiseren is natuurlijk nu ook anders, hè, met geen managers. En op een gegeven moment, je bent natuurlijk zelf begonnen, dan ga je groeien. Ja. Heb je erover gedacht om teamleiders en dergelijke aan te nemen? Ja, we hebben het geprobeerd. En dat voelde heel erg onnatuurlijk. Gelijkwaardigheid is eigenlijk altijd een hele belangrijke kernwaarde geweest voor de organisatie. En dat ondermijnde die gelijkwaardigheid een beetje. Dus we waren mannen 15 groot en toen was er 1 team werd wat groter. En toen zeiden we van misschien moet er een teamleider op. En toen waren we daarmee aan het experimenteren en het voelde bij niemand natuurlijk. En toen zijn we eigenlijk, je komt dan weer van die netwerkbols met allemaal mensen die een prachtig bedrijf hebben. En dan praat je onderling en dan gaat het altijd fantastisch met al die bedrijven. En ik zei dat het gaat fantastisch, maar ik denk wel dat dat managementstuk is. Want we werken nu met zo'n teamleider en dat werkt niet. En ik heb aan mijn vrienden gevraagd, van, joh, heb je een leuke manager? En 9 van de 10 zeiden, nee, dat is een zak of dat is een eikel en ik kan er niks mee. Dus volgens mij is managementstuk. En toen stuurde iemand via Twitter, die mij amper kende, maar daar een keer wat over had horen klagen. Die stuurde mij een artikel toe van de Game Studio Valve. Die hebben een medewerkerhandboek, fantastisch handboek. En die las ik in de bus naar Schiermonnikoog. Voor Schiermonnikoog had je zogenaamde busbootbuskaartjes, waarmee je makkelijk naar de overkant kon. En voordat ik van de boot afkwam, had ik ons eigen handboek geschreven. Want ik dacht van ja, dit is het. En dat beschreef een organisatie waarin dus in dat geval met relatief gezien weinig management werd gewerkt. En ik zat te denken van volgens mij kan dat zelfs wel helemaal zonder. Wat die Amerikanen kunnen de Nederlanders beter. Dus dat was een beetje het idee. En reageerden jouw collega's daarop? De eerste versie van het handboek geschreven en toen ik aan de collega's voorgelegd of ze het een goed idee vonden. Want wat we daarna zijn gaan doen is dat we met een club mensen, 2 vanuit ons bedrijf
één strategische HR-specialist, André Westering, en één operationele specialist, Annemieke Verhoef, zijn we in 2 maanden lang in een kamer gaan zitten. Ja. Om te kijken van, joh, wat doet een goede manager nou binnen een organisatie? En hoe leg je de rollen die er eigenlijk bij horen, hoe leg je die terug in een team? Ja. En dat hebben we gedaan. En toen halverwege nog een keer een presentatie geven aan de collega's die dat nog steeds een goed idee vonden. En uiteindelijk gezegd van, joh, zo willen we het gaan doen. Zijn jullie erachter of zien jullie echt een bezwaar hier tegen? En iedereen had zoiets van, laat maar gaan proberen. Ja. En daar zijn we rond 2010 zijn we daarmee begonnen. Ja. Gaaf. Ja. En hoe pakt het nu concreet uit? Je komt hier werken en dan heb je geen manager, geen functie, ja. Misschien ook wel geen taken, of heb je een rol? Hoe vullen jullie dat in? Als je hier komt werken, dan de eerste 2 weken, dan doe je eigenlijk niks. Dan heb je geen rollen en ook geen manager, maar dan heb je een collega die je inwerkt. En dan loop je eigenlijk met alle teams die we hebben, loop je even een tijdje mee. Je kijkt even met onze adviseurs mee, zodat je weet wat voor producten we ongeveer verkopen. Je kijkt even mee met onze klant gelukkig, zodat je kunt ervaren hoe wij de support doen. Je loopt even mee met de spraakmakers om te ervaren hoe wij marketing en communicatie doen. En daarna krijg je langzamerhand rollen toegewezen. En mensen worden wel aangenomen met de gedachte van, hey, die en die rollen die hebben op dit moment vakant en daar zou deze persoon mooie invulling aan kunnen geven. En die worden dus langzaam naar die persoon worden die gegeven. En zo bouw je, zal ik maar zeggen, je eigen setje werk op. En wat iedereen krijgt in het, als die bij ons begint, is een leeg boekje. Gewoon blanco. En dan moet je alle dingen opschrijven en zeggen van, hey, dat valt me op. Of hey, dat zou ik anders doen. Want de eerste 2 weken heb je natuurlijk nog helemaal een green canvas. Je hebt nog helemaal, je bent onbevlekt en onbevangen. En na een maand als je hier hebt gezeten, dan beginnen dingen al wat normaler te worden. En we willen juist die, hey, dat is gek. Dat, en de dingen die we zelf niet meer zien, willen we dat je die opschrijft. Zodat je daar eventueel weer dingen mee kunt doen. Dus en zo vinden mensen dan vanzelf hun plekje. En dan gaan ze ook permanent bijdragen aan het geheel. En werken ze dan wel in een soort van bijvoorbeeld een smaakmakersrol? Of kun je meerdere rollen dan ook pakken? Nee. De cirkel spraakmakers, die hebben een rol of 10 of 20 hebben die. Ja. De webredacteur die de webcontent doet. De commaneuker die de teksten nakijkt en controleert op taal en spelling. De persadjudant, ik noem even wat hoor. Op het moment dat wij een artikel hebben gehad wat in de pers geplaatst wordt, die even nakijkt of er feitelijke onjuistheden in staan. Iemand die met het persbureau communiceert. Ja, alles wat, zou ik zeggen, repetitief is. Ja. En echt een aparte reden van bestaan heeft. Dat wordt een losse rol met onder een aantal verantwoordelijkheden die daarbij horen. Dus je bent niet spraakmaker. Je zit in de cirkel spraakmakers en hebt daarbinnen bijvoorbeeld de rol. Ik heb bijvoorbeeld de rol. Spreker voor grote evenementen. Voor mij heb ik zo'n soort rol. Hij heet anders, maar daar komt het wel op neer. Ja. Dus dat is een van de dingen die ik in die cirkel doe. En omdat het zo'n kleine rol is, is dat wel een rol die niet aanwezig hoeft te zijn bij de besprekingen die daar ook bij horen. Dus je krijgt er ook de verslagen daar niet van, et cetera, et cetera, et cetera. Maar deze rol past het best qua reden van bestaan in deze cirkel. En daarom zit hij daar. Maar het is niet zo dat ik dan ook bij alle werkoverleggen zit of dat soort dingen meer. Nee. En je hebt ook nog rollen in andere cirkels. Ja, eigenlijk komt het heel veel voor dat je rollen hebt in meerdere cirkels. Ja. Nagenoeg niemand heeft een rol in 1 cirkel. Oké. En kan iedereen daar goed mee omgaan met deze manier van werken? Nou, gelukkig zijn we allemaal volwassen mensen die standaard zelf huizen kopen en auto's en verzekeringen regelen en kinderen opvoeden. Dat zijn meestal dingen waar je niet voor gestudeerd hebt. En voor je werk heb je dat wel. Dus daar ben je nog veel beter in dan in huizen kopen en kinderen opvoeden. Dus dan gaan we ervan uit dat je dat ook zelf kunt invullen. Dus dit is een systeem voor volwassen mensen en dat zijn we gelukkig allemaal. En let je bij de werving dan nog speciaal op dingen als je mensen aanneemt? Wij nemen niet dezelfde soort mensen aan. Okay. Lopen allemaal karakters hier in het bedrijf. We kijken wel of ze dezelfde merkwaarde hebben. Ja. De hoe je wil zijn als bedrijf. Daar moet wel een match in zijn. In ons geval is dat open, persoonlijk en ondersteunend. En je wil gewoon dat iemand die hier komt werken heel erg open is en een beetje persoonlijk en ondersteunend. Of heel erg ondersteunend en ook een beetje de rest is. Ja. Dus daar selecteren we wel op. En de wil om te werken.
Gewoon drive. Gewoon, ja, dit vind ik leuk, dit wil ik doen. En dat merk je wel in de mensen die hier werken. Het zijn allemaal mensen die gewoon, ja, die willen. Dus dat is leuk. Ja. En als je nou kijkt, er zijn heel veel organisaties die natuurlijk op een andere manier werken. Hè, met managers, met een hiërarchie. Zou je dit anderen ook aanraden om hiermee aan de slag te gaan? Ik krijg heel vaak de vraag of het kan in iedere organisatie. Ja. Dat antwoord is in mijn optiek sowieso ja. Omdat ik het in echt heel veel bedrijven al geïmplementeerd heb zien worden. Het moet passen bij de eigenaren van het bedrijf. Ja. Want je gaat al je macht afstaan. Ja. Want je draagt al je eigenlijk je macht over aan het spelletje wat je met elkaar gaat spelen. En daarna kun je niet meer zeggen, ik vind dat dit nu moet gebeuren en dat mensen dat dan ook gaan doen. Ja. Als je er geen rol voor hebt, dan kun je vinden wat je wil, maar de mensen bepalen het zelf, want die zijn de ondernemers binnen de rollen die zij hebben. Ja. Ik denk niet dat dit iedere ondernemer past. Ik denk wel dat het iedere onderneming past. Dus ik denk dat je daar een beetje het onderscheid moet maken. Ja. En als je nou wil beginnen, je denkt, nou, dat past helemaal bij mij en je luistert nu. Wat zou dan een eerste stap kunnen zijn om daarmee aan de slag te gaan? Wij merkten dat wij hebben in eerste instantie zijn we natuurlijk begonnen met we halen de taken van de managers, die gaan we aan 10 mensen geven. Ja. Dat ging goed totdat we met een man of 30 waren. Toen hadden we ook daar nog iets bij nodig. Als je op dit moment een organisatie bent en je kunt met z'n 15 aan de etentafel zitten, ja, dan weet je allemaal van elkaar nog wel ongeveer wat iedereen doet. Ja. Dan is dit nog niet heel erg noodzakelijk. Word je groter, dan is het zo dat het heel handig is als je heel duidelijk aangeeft wat de reden van bestaan is van de organisatie. Why? Wat is onze purpose? Ja. Hoe willen wij met onze klanten omgaan, met onszelf omgaan? Wat is onze bedrijfs-DNA? Wat zijn onze mores? En dan volgt die wat daar eigenlijk vanzelf uit. En dat is ook met tot 30 man is dat nog prima te doen. Ja. Wordt het daarna nog groter. Dan zou je iets moeten implementeren als holocracy of sociocratie. Dat zijn geen consensus-systemen. We zijn het allemaal met elkaar eens. Maar consensus-systemen. Ja. Ik denk niet dat dit schadelijk is voor onze organisatie. Dus ik vind het goed om dit experiment aan te gaan. Wij hebben dat hele traject doorwandeld. Op het moment dat je op welke plek je ook staat, is de allereerste stap die je volgens mij heel makkelijk kunt maken, is transparantie faciliteren in je bedrijf. Dus zorgen dat iedereen bij alle data kan. En dat er van die data ook informatie wordt gemaakt. Als ik een wel afgewogen keuze wil kunnen maken over ga ik dit wel of niet kopen voor het bedrijf, gaan we deze klant wel of niet bedienen, geven we wel of geen korting, dan is het makkelijk als ik de data heb om te onderbouwen of dat een goed idee is. Ja. Maar ook op het moment dat ik het ga proberen, het experiment ga doen, dat ik ook de data heb om te zeggen, mijn experiment is succesvol geweest, ja of nee. Dus om wat je dan een build, measure, learn cycle noemt, oftewel bouwen, meten en leren, om dat te kunnen doen, moet je die informatie transparant gaan maken. Dus dat zou het allereerste zijn wat ik zou doen. Allereerste stap. En wat voor informatie heb jij bijvoorbeeld open? Heb je echt alles open? Alles. Noem eens wat. Wat voor? Waar moet iedereen kan bij alle financiële informatie. Die staat bij ons zelfs op dashboards, op de muren in alle kantoren hier. Iedereen kan van de collega's zien hoeveel kansen ze hebben, leads ze hebben gehad. Yeah. Hoeveel ze daarvan hebben gewonnen, wat het percentage daarvan is. Iedereen kan van elkaar zien hoe zij worden beoordeeld door de klant. Iedereen kan zien hoeveel conversies we vandaag hebben gehad. Hoeveel conversies we in België hebben gehad of in de vestiging in Zuid-Afrika. Hoeveel klanten we daar vandaag hebben aangesloten. Je kunt zo gek niet bedenken. Yeah. Of het is gewoon openbare informatie. Ja. En als je zo open en transparant wordt, heb je dan ook nog functioneringsgesprekken? Of heb je die ook afgeschaft? Wat we wel hebben is 360 graden feedback. Ja. Cycli. En daar hebben we ook software voor ontwikkeld om dat makkelijker mogelijk te maken voor een organisatie die werkt met rollen. Ja. Dat ging wel stuk toen we naar Holacracy gingen. En we hebben ook nog een beoordelingscyclus. Daar hebben we net een groot experiment mee gedaan om dat radicaal anders te doen. Ja. En daar gaat de interval ook van naar beneden. Dus dat deden we één keer per jaar. Dat willen we nu één keer per 6 maanden gaan doen. Of misschien zelfs één keer per 4 maanden. Dus daar wordt ook mee geëxperimenteerd. Maar daar zitten we middenin. Ja. Dus of dat goed werkt. Het werkt beter dan het alternatief. Maar het is nog niet perfect. Dus dat is ook nog iets waar we een beetje mee aan het spelen zijn. En wat ik wel eens hoor van organisaties die Holacracy hebben ingevoerd, is dat het best complex is met alle
termen die daarbij komen kijken. Ja, spelregels, kijken, ja. Dingen, hoe ga je daarmee om? Ja, dat is een gegeven. Wat Holacracy heel erg mooi maakt, is dat het een totaal afsysteem is. Ze zijn hier ook sinds 2006 op aan het ontwikkelen. Ze zitten volgens mij bij versie 4 op dit moment. En overal is wel over nagedacht. Er is een reden dat al die termen er zijn, de overlegvorm een bepaalde structuur heeft. Er is een reden dat er een heel boek is met in deze uitzonderingssituatie doe je dat. Dat maakt het heel erg handig, want daarmee kun je vertrouwen op het systeem. Het maakt het heel lastig om maar een stukje ervan te implementeren. Yeah. Je kunt dus niet zeggen, ik wil alleen maar het vergaderformat doen. Yeah. Of ik wil alleen maar de cirkels en de structuur van de organisatie vastleggen. Dat is heel lastig, omdat het namelijk wel heel veel samenhang heeft met elkaar. En wat je ook zult merken, dat als je dit gaat implementeren, dat je er eigenlijk altijd een coach bij nodig hebt. Yeah. Dat is of je Monopoly leert spelen, alleen de dikte van de handleiding is, zal maar zeggen, een bijbel. En dat is niet handig. Nee. En wat je zult merken is dat je in ieder geval de eerste 6 maanden als organisatie gewoon heel erg intern georiënteerd bent. Want je bent alleen maar bezig met hoe werkt dit precies. Ja. En daarna zul je pas zien dat het ook effect gaat hebben op de manier waarop je met de buitenwereld acteert. Ja. En na 1,5 jaar denk je van, we hebben het nu door. En na 1,5 jaar is dat een klein beetje waar. Maar dan begin je ook echt te merken dat je veel sneller kunt bewegen dan dat je dat ooit hebt kunnen doen als organisatie. Ja. Dus neem je wel de tijd voor om het te doen. En in voorbereiding erop kun je dus onder andere al zorgen voor die transparantie. Al zorgen dat je heel veel experimentjes doet met zo'n build, measure, learn cycle. Dat staat los van Holacracy. En dat is iets wat alleen heel goed past binnen zo'n systeem. Ja. Is dat ook de manier waarop jullie de organisatie steeds weer vernieuwen en de manier van werken door te experimenteren? Ja. Je kunt bijvoorbeeld de laatste beoordelingscyclus is experiment. Je kunt ze gek niet bedenken of er lopen bij ons experimenten voor. Ja. We hebben nu een dame die rond of een heer die rondloopt, die doet stoelmassages. Daar doen we een experiment mee. Ik had net voor het eerst in lange tijd een klant aan de telefoon die ik heel goed ken. En die wilde toestellen bestellen. Ik heb dat zo lang niet gedaan dat ik niet meer wist hoe dat werkte. Maar dat kan echt met een paar klikjes. Dat gaat echt super makkelijk. En dan liggen ze morgen geconfigureerd bij die klanten op zijn werkplek. En ik vroeg aan een collega van mij van, joh, waarom staat het eigenlijk niet open voor de klant zelf? Waarom belt die klant om dat te doen? Ik zei, de toestellen zijn toch altijd wat duurder en er zitten wat risico's aan. En als het fout gaat, ze hebben er al wel eens een experiment mee gedaan om de klant het zelf te laten doen. Nee, dat hebben we niet gedaan. Zeg maar, ik ben wel op de lijst voor nieuwe experimenten. Ja. Dus ja, er ontstaat iedere dag wel, en dat is ook een beetje de afspraak, iedere dag 1% beter. Ja. En het maakt niet uit wat dat is. Eentje die ik zelf nou net heb gedaan is, op het moment dat je bij ons een offerte maakt, dan gebruiken we daar een tool voor. En op het moment dat je die offerte klaar bent ermee, dan wordt automatisch het bedrag, de dealwaarde, wordt automatisch in ons CRM-pakket gezet. Dat hoef je dus niet meer met de hand te doen. Okay. Nou, dat is mijn laatste experimentje, zeg maar. Ja. Om te kijken of dat beter werkt. En tot nu toe werkt dat best aardig. En als je nou denkt, nou, dit zou eigenlijk iedereen moeten doen. Hoe bepaal je dan of het succesvol is en wanneer neemt de rest het over? Nee, experimenten doet gelijk iedereen aan mij. Oké, iedereen doet het. Ja. Ja, in dit geval iedereen die in ons offertesysteem werkt. Dat zijn alle adviseurs. Ik kan niet zeggen, ik doe het alleen bij mezelf. Nee. Dat is technisch niet mogelijk. Dus ik heb gewoon gezegd van, joh, jongens, ik zet dit aan. Laat even weten of het beter is. Ja. En daar krijg je dus ook binnen een mum van tijd weer feedback op van, nou, Mark, dit is waardeloos. Of hij werkt nu de helft van de tijd niet. Of ik heb net een deal geschreven en die is ook gelijk op gewonnen gezet, terwijl ik hem nog niet eens verstuurd heb. Ja. Ja, dan heb ik dus inderdaad een foutje gemaakt. Nou, ja. En dat is heel fijn als collega's dat zeggen. En dat je niet een hele week aan deals in één keer moet gaan terugzetten naar de juiste status. Want dat is een bak werk bij ons. Daar word je heel erg ongelukkig van. Ja, dit werkt wel goed. Hey, als jij nu je bedrijf opnieuw mocht ontwerpen, zou je dan iets anders doen? Jemig, wat een goede vraag. Nee, ik denk het niet. Nee, ik vind het wel. Ik zou wel weer dit eindresultaat of dit tussenresultaat terechtkomen op dit moment. We hebben een heel mooi product. We hebben een prachtige klantgroep. We mogen echt voor hele leuke klanten werken. We groeien heel snel. Deze maand, zoals het er nu uitziet, sluiten we 15% meer klanten aan dan onze vorige recordmaand. Dus dat is, het gaat nog steeds hartstikke gaaf met het hele bedrijf. Dus ik vermaak me hier nog wel mee. Ja. En zou je ook in je eigen bedrijf willen werken? Als je het nou niet kende en je zag, ik zoek een baan. Zou je dan solliciteren? Ja, dat weet ik wel zeker. Ja.
Ja, ook al ben ik wel ook weer de ondernemer, dus ik doe het natuurlijk het liefst voor mezelf. Maar nee, als ik voor een organisatie zou willen werken, zou dat zo'n organisatie zijn. Ja. Sterker nog, ik heb een collega die is er net bijgekomen. Die heeft alleen maar bij ons gesolliciteerd, die was zelfstandige, omdat wij een holacratische organisatie zijn. Ja. En hij heeft in het verleden ook al bij zo'n organisatie gewerkt. Okay. Zeg, als je dat niet hadden gehad, was ik nooit meer aan de slag gegaan. Dan was ik gewoon lekker voor mezelf bezig gebleven. Ja. Dus dat vind ik ook wel mooi. Ja. Ja, dat mensen dus heel bewust er ook voor kiezen. Ja, gaaf. En hoe werken jullie intern samen? Ik las ergens iets over het orakel. Ja, het orakel is het voortvloeisel van het geheugen van Voice. Vroeger hadden wij twee dingen in de organisatie. Dat was ons CRM-pakket. Ja. En dat was onze interne wiki. Het CRM-pakket bevatte alle communicatie en de wiki bevatte alle bedrijfsprocessen. En daar stond niet in vastgelegd van zo moet je het doen. Maar daar stond in vastgelegd van uit de praktijk is gebleken dat dit de meest eenvoudige manier is om dit probleem op te lossen. En die stonden op geheugen.voice.nl/CRM en geheugen.voice.nl/wiki. Nou, op een gegeven moment hebben we een eigen systeem ontwikkeld om effectief met klantcommunicatie op te gaan. En eigenlijk een hele nieuwe generatie CRM-pakket. Die kreeg dus een eigen domein met een clouddienst. En toen moesten we ook over van de wiki. Ja. Een wiki is een vrij technisch iets. Dat vinden nerds handig, maar gewone mensen zeggen van dit snap ik niet. En iedereen snapt Google Drive. Ja. En toen was het van, joh, wat doen we met de wiki? En die is toen overgezet naar in eerste instantie Google Drive en daarna naar Google Sites. Okay. Omdat je daarmee dezelfde username en password kunt inloggen. En dat scheelde weer een handeling, waardoor mensen het nog weer laagdrempeliger vinden om het te gebruiken. En die moesten ook een URL krijgen. En toen was het, ja, dit is geen geheugen meer. Dit is gewoon een orakel. Dit weet alles. Dus het orakel is onze kennisbank, onze interne kennisbank, waarin mensen documenteren hoe je iets effectief kunt doen. Dat ook op kunnen zoeken. En op het moment dat je zo ook een vraag bent, is meestal de eerste reactie die je kijkt, dat staat in het orakel. En dus meestal wordt het nu ook zo dat je eerst in het orakel gaat zoeken. En als je het daar niet kunt vinden, dan stel je de vraag. En hoe communiceren jullie onderling met elkaar? Gebruiken jullie specifieke tools? Of? We gebruiken natuurlijk een beetje telefonie. Zeker omdat we tegenwoordig op veel fysieke gescheiden plekken zitten. En we gebruiken heel veel Slack. En we doen heel veel met videoconferencing. Okay. Dat is vooral. Ik heb een bloedhekel aan reizen. En dat hebben een merendeel van ons. En als je een klant hebt in Rotterdam of in Amsterdam, die zegt van joh, ik wil eigenlijk wel een keertje kennis maken. Dan zeggen we eigenlijk altijd, of ook mensen die een keer een kop koffie willen drinken, yeah, blijf lekker op kantoor. Haal je koffie uit je eigen koffieautomaat. En dan doen we het gewoon via video. Want de ervaring is nagenoeg gelijk. En het scheelt je werkelijk 3 tot 4 uur reizen. Yeah. En in file staan en niks doen. Dus dat is ook iets wat we intern veel gebruiken. Ja. En wat voor systeem gebruiken jullie daarvoor? Meestal Google Hangout. Yeah. En intern zelf hebben we gewoon echt interne conferencing apparatuur en videotelefoons, yeah, en dat soort dingen. Er zijn ook veel mensen die natuurlijk gewoon nog steeds Skype gebruiken. Ik vind de kwaliteit er wat minder goed van dan van Hangout over het algemeen. En we zijn nu ook aan het experimenteren met de opvolger van Webex van Cisco. Okay. Wat in Amerika heel veel wordt gebruikt. Dus dat heet Cisco Spark. Daar zijn we ook wat naar aan het kijken. Ja. Dus ja, experimentje. En overleg, hebben jullie vaste overlegmomenten? Of? Ja, we hebben meestal heeft een cirkel heeft 1 keer in de week of 1 keer in de 2 weken gewoon een werkoverleg met elkaar. Dan kunnen ze even hun werk laten zien wat ze afgelopen tijd hebben gedaan, projecten bespreken. Dan, ja, lopen we door de metrics heen van het bedrijf. Bij ons wordt echt alles gemeten, zodat beslissingen echt op basis van, niet onderbuik, maar op basis van data worden genomen. Dus die bespreken dan ook altijd eventjes. En ad hoc stellen we op dat moment een agenda op. Okay. Dus op het moment dat jij zegt van joh, ik zie dat aantal bezoekers op de website wat aan het inkakken is. Maar, ja, ik zie de conversies wel omhoog gaan. Wat is daar gebeurd? Nou, we draaien op dit moment dit en dit experiment. Maar kunnen we ook niet dan op dat moment maar waarom weet ik dat dan niet? En dan zou jij bijvoorbeeld de spanning kunnen hebben dat jij wel ziet dat er iets verandert, maar niet ziet dat er een experiment wordt gedraaid. Ja. Nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen resulteren in dat we zeggen van joh, we maken alle experimenten publiek inzichtelijk en die zetten we ook op een dashboard. Het zou ook zo kunnen zijn dat je zegt van goh, ik wil even in Google een markering op het moment dat er een experiment wordt gedraaid, zodat ik het zelf terug kan vinden. Ja. En dat kan dan dus een uitkomst zijn van zo'n werkoverleg. Dus het zijn allemaal ad hoc dingen die op de agenda komen. Ja. We bespreken ook maximaal een uur met elkaar.
En hebben we dan nog dingen op de agenda staan, dan zien we wel of die de volgende keer ook wel op de agenda komen. Ja. Dus, en er zit ook geen wat verder nog ten tafel komt. Er zit ook geen discussie en dat soort dingen in. Je hebt een bepaalde spanning. Je vraagt je collega's om hulp om dat op te lossen. En de rol die dat het beste kan, die helpt je daar op dat moment bij. Oké, en als jij dan iedereen in de organisatie wil bereiken, heb je daar nog speciale dingen voor gedaan? Channel message in Slack. Werkt meestal wel goed. En één keer in de maand hebben we een pizzasessie. En dan kun je wat vertellen over een project wat je hebt gedaan. De nieuwe huisstijl die je hebt ontwikkeld. Even kijken, de cijfers van afgelopen jaar van ons klantgelukteam. Ja. Hoeveel klanten hebben geholpen en et cetera. Hoe het nieuwe sportabonnement eruit komt te zien bij de sportschool hiernaast. Hoe het nieuwe beoordelingssysteem gaat werken. Allemaal van dat soort dingen worden één keer in de maand tijdens een pizzasessie besproken. Gaan we iets eerder dicht. Om 4 uur gaat de telefoon wat wij dan noemen standby modus. Dat betekent dat als er echt een probleem is, kunnen klanten ons bereiken. Maar voor de rest neemt het callcenter de telefoon op. En dan hebben we van 4 tot 5:30 hebben we presentatietjes en lekker pizza. En tegenwoordig eigenlijk ook nooit meer pizza, want het wordt altijd wat anders besteld. Maar vroeger was pizza. En hoe zorg je er nou zelf voor dat je ook blijft innoveren als bedrijf? Want als je groter wordt, wordt het vaak wat lastiger. Ik heb toevallig hadden we van de week het NRC-onderzoek naar de beste werkgevers van Nederland. We stonden in de top 15, hartstikke trots op. En de dame die dat onderzoek deed, die zei van het is heel opvallend dat organisaties waar een lerende CEO aan het roer staat, dat worden ook lerende organisaties. Ja. Nou, en ik denk dat wij, we hebben dan geen CEO meer aan het hoofd van het bedrijf, maar we zijn wel een ontzettend lerende organisatie. En dat verandert dus niet op het moment dat je organisatie groter wordt. Iedereen blijft die experimentjes doen en ook continu elkaar aanjagen om nieuwe dingen te proberen. Ja. Dus dat is, ik denk dat dat op een gegeven moment, we hadden het er straks even over die waarde van een organisatie. Ja. Dat je die duidelijk moet vaststellen. Nou, dat hebben wij echt al een hele tijd geleden gedaan. Maar een van die waarden is van we gaan fouten maken. Ja. Dat spreken we af met de klant. En we zijn heel goed in het herstellen van onze fouten, want we maken er heel veel. Maar dat moeten we doen, want anders doen we geen nieuwe dingen. Ja. Dus dat is een van de dingen die we afspreken. Het andere is ook, we zijn een lerende organisatie. Je zit hier om te leren. Dus van de 6 punten gaan er 2 over fouten maken en leren. Dus dat zit wel heel erg verankerd in de club. Het zit ook een beetje in je DNA, al dat innovatieve cultuur eigenlijk. Ja, maar ook gewoon altijd de zoektocht naar van, hey, wat kunnen we nog slimmer, leuker, mooier maken voor onszelf of voor onze klanten. Ja, gaaf. Heel gaaf. Ik heb nog een vraag als een beetje over jezelf. Vind je het zelf dan nog leuk als het bedrijf groter wordt? Je ziet veel ondernemers die op een gegeven moment dan het minder leuk gaan vinden. Ik ga nog steeds met heel veel plezier naar kantoor toe. Vandaag hebben we de laatste dag van Steffi. Die gaat voor de liefde verhuizen naar Utrecht. Die heeft daar een hele leuke nieuwe baan gevonden. En dan wil ik wel even op kantoor zijn. Maar Steffi is een van de mensen die relatief zien al wat later bij ons is komen werken. Dus die ken ik gewoon echt minder goed dan collega's die bijvoorbeeld 5 of 6 jaar geleden of nog verder terug begonnen zijn. En dat is het enige waarvan ik merk van, hey, wat jammer dat je niet iedereen meer zo goed kent als in het begin. Ja. En dat ik ook op kantoor kom en dat er gewoon 3 nieuwe mensen zijn. Dat ik mezelf voorstel en dat ze ook aan mij vragen, wat doe jij hier eigenlijk? Dat denk ik altijd van, dat is een hele goede vraag. Dat vraag ik me ook wel eens af. Maar dat is ook wel, dat de eerste keer dat gebeurt, is ook wel dat je denkt van, dat is nu zo. Maar we zijn nu bijna met 100 man. Ik vind het nog steeds heel erg leuk. Dus voorlopig gaan we nog even door. Heb jij voor jezelf ook een bepaalde routine of ritme in je werkweek? Heb je iets waar je dag mee begint of heb je je dagen ingedeeld? We hebben meerdere bedrijven inmiddels over meerdere BV's. En ik heb het enige wat bij mij vast staat is op welke dag ik waar werk. En daar probeer ik redelijk aan vast te houden. Daarnaast heb ik 3 jonge kinderen. Dat zorgt voor heel veel regelmaat in je werkweek. Die moeten iedere dag naar school en die moeten er ook iedere dag weer vanaf. Dus op maandag haal ik ze uit school en dan ben ik dus om 3 uur vrij. Op woensdag heb ik is mijn of dinsdag mijn vrouw dat. Op woensdag heeft mijn vrouw de dag met de kinderen. 'S middags, zal ik maar zeggen, vanaf 12 uur. Op donderdag hebben we de opvang en op vrijdag heb ik weer om 12 uur de kinderen. Dus dan ben ik een dag vrij. Dus dat zijn sowieso al vaste momenten. Ja. En dan hou ik dus 30 uur over. Nou, dat gaat 1 dag in de week gaat naar Voice. 1 dag in de week gaat naar Spindel, onze development club.
Enig in de week ben ik met dit soort dingen bezig. Interviews en zelf schrijven. Ik schrijf voor een aantal bladen voor RTL en voor Sprout. Ik sta wel regelmatig op podia. Dus dat is enig in de week. En hou ik enig in de week over voor een nieuw projectje waar we mee bezig zijn. En dat is hoe we internet naar hele grote groepen mensen kunnen brengen op plekken waar op dit moment geen internet is. Dus hoe kunnen we 1 miljard mensen die op dit moment niet verbonden zijn met het internet toch online gaan brengen? Dus daar ben ik wat experimentjes mee aan het doen. Kun je daar al iets over zeggen? Of is nou, dat... we hebben een hele gezonde bedrijfsvoering. Dus we houden ieder jaar een goede slok geld over. En we zijn het bedrijf nooit begonnen om die reden, maar om een beetje impact te hebben op de wereld om ons heen. En ik merk dat internet, waar het ook zijn mindere kant heeft, maar ook heeft gezorgd voor heel veel gelijkwaardigheid in de wereld. Zowel in ik kan communiceren met iedereen, als ik heb toegang tot dezelfde informatie als iedereen. Alleen er zijn gewoon heel veel landen waar je mensen of niet aangesloten zijn, of actief worden gecensureerd. En wat we eigenlijk willen doen is een soort communicatienetwerk bouwen waar security en encryptie standaard aanstaat. Ja. En wat je eigenlijk overal in de wereld op hele remote gebieden makkelijk kunt neerzetten. Dus daar zijn we nu allemaal onderzoeken naar aan het doen. En dat doen we we zijn met TNO in gesprek. Rijksuniversiteit is hierbij betrokken. En aan het eind van dit jaar zit ik ook 3 maanden in Zuid-Afrika om daar wat field research te doen en daar met een aantal lokale universiteiten te praten over of we daar wat labs kunnen opzetten om dit in de praktijk te gaan testen. Dus het project begint officieel niet voor 2018, want er komt dan pas bepaalde technologie beschikbaar die wij nodig hebben. Yeah. Alle voorbereidingen zijn we nu al wel aan het treffen en we zijn ook al experimenten aan het doen. Groningen heeft een 5G field lab. Yeah. We zijn ook aan het kijken hoe we daar gebruik van kunnen maken. Nou, die ene dag in de week gaat daar een beetje aan op, aan dat soort coördinerende activiteiten. Yeah. Ja. We hebben LoRaWAN-netwerk hebben aangelegd in het noorden hier, over de 3 provincies heen. Nou, daar wordt binnenkort de hardware voor uitgeleverd. Ook dat is een experiment om te kijken hoe bouw je een netwerk in een gebied als Groningen, Friesland en Drenthe. Ja. Hoe rol je dat uit? Welke partijen heb je daarmee nodig? En het is ook de reden dat we anders georganiseerd zijn uit de geschiedenis. We moeten een schaalbare organisatie zijn om dit probleem uiteindelijk op te kunnen lossen. Want die teams die dat gaan doen, die werken hartstikke remote. Ja. Ze zijn soms weken uit de lucht. Als je dit wil kunnen bouwen in schaal, dan moet je ook anders georganiseerd zijn. Dat was ook een van de beweegredenen ooit geweest om te kijken of we het zonder management konden doen. Ja. Omdat we anders zo'n project als dit niet zouden kunnen uitvoeren. Ja, ja, het is wel interessant. Ik vroeg me nog af, de meeste start-ups of mensen die zoiets doen wat jij doet, die vertrekken uit Groningen en die gaan naar de Randstad. Nee, juist niet joh. Bijna alles is hier gebleven. Katowiki, die heeft wel een vestiging in Amsterdam. Wat ze allemaal doen, ze openen allemaal een saleskantoor in Amsterdam. Ja. Maar het echte werk zit altijd hier. Pelotjik is een goed voorbeeld ervan. Die had een saleskantoor in Amsterdam. Alle programmeurs zitten hier. HackerOne. HackerOne is een heel mooi bedrijf wat ethische... Eigenlijk zorgt dat hackers systemen van Facebook en Microsoft kunnen hacken. En fouten daarin kunnen melden zonder dat ze daarvoor worden opgepakt. Die hebben hun hele development team zit nagenoeg hier. En ze hebben een vestiging in Silicon Valley. Ja. Dus eigenlijk alle bedrijven die in Groningen gestart zijn, die blijven hier ook wel zitten. Maar je gaat natuurlijk ook naar... We hebben ook een vestiging in Antwerpen. We hebben ook een vestiging in Zuid-Afrika. Dus ik herken niet dat ze wegtrekken. Okay. Gelukkig niet. Er zitten ook hartstikke veel talenten hier. Dat is ook natuurlijk de belangrijkste reden dat bedrijven hier blijven zitten. Ja. We leiden gewoon simpelweg naar ratio van het aantal inwoners de meeste mensen van Nederland op. Ja. Dus we hebben first pick hier in Groningen. Dus dat is wel heel mooi. Eigenlijk moet er weer hier... Nou, dat gebeurt al, hè? Want, want Google is hier al heen gekomen en IBM is hier heen gekomen. En er loopt een project om te kijken of Tesla hier ook heen kan komen. En ik weet dat er meerdere projecten lopen om echt wel... dat we op de radar staan van een aantal hele grote internationale technische grootmachten. Die zien dat hier heel veel talent zit. Ja. En het personeelstekort nog niet zo groot als in de Randstad. Dus daar waar we toch wel op de radar staan. Waarvan je als ondernemer dan moet afvragen van... joh, is dat, wat vind ik van zo'n ontwikkeling? Maar ik vind het wel heel cool. Hoe meer bedrijven hier zitten, hoe meer het bevestigt en hoe meer talent dat ook weer aantrekt. Ja. Dus we vermaken ons dat tot nu toe nog heel erg mee. Ja. Heel goed. Hey, en waar haal jij je inspiratie zelf vandaan? Ik vind Elon Musk altijd wel mooie grote plannen hebben. De manier waarop hij zijn organisatie leidt, kan ik absoluut niet achterstaan. Maar ik vind de dromen en de ambities vind ik heel gaaf. Want waar sta je niet achter? Wat... Ja, die man die werkt 100 uur per week, is inmiddels 2 of 3 keer gescheiden.
ziet zijn vrouw en kinderen bijna nooit. Nou, daar zou ik dus echt nooit voor kiezen. Daarnaast is het zo dat... welke tweede man ken jij van Tesla? Tweede man of tweede vrouw? Ja, niet. Nou, dat vind ik dus een probleem. Ja. Ik vind dat je macht en autoriteit moet distribueren binnen een organisatie. Ja. En Jeff Bezos van Amazon, ja, die doet dat veel beter. Want bijvoorbeeld, ik ken de CTO van Amazon, ken ik ook. Ja. Renger is een Nederlander die daar werkt. Hartstikke gaaf vent. En Jeff Bezos vind ik ook, die doet het heel erg gaaf. Tony Hirsch is altijd iemand geweest, die is pas veel later op de radar gekomen. Maar die doen het ook wel leuk. Ik vind het bedrijf Buffer vind ik heel gaaf. Oh ja. Even kijken. De jongens van 37 Signals. Ja. Ook al ben ik het ook heel vaak niet met ze eens. En ik ze ook af en toe een beetje overhyped vind. Vind ik het wel dat die het ontzettend goed in de wereld weten zetten. En daarmee heel veel mensen weten inspireren. Wat vind je leuk aan hun? Wat spreekt je aan? Hij heeft een boek geschreven, onder andere Remote. Over hoe je hele remote teams kunt opbouwen. Een goede bekende van mij, die heeft een bedrijf wat zich bezighoudt met versiebeheer van software. Ja. Zijn er heel groot in geworden. Dat heet GitLab. Die doen ook exact hetzelfde. En ik denk dat voor een bepaald slag mensen heel goed werkt. Maar het gros van de mensen wil gewoon lekker naar kantoor komen, omdat het daar heel gezellig is. Ja. Dus, en dan zie ik dingen terug waarvan ik denk van ja, dat zeg jij nu zo en dat is misschien waar voor jou. Ja. Als ik om me heen kijk, zie ik ook hele andere beweegredenen van mensen om wel bij een kantoor, af en toe op kantoor te komen, et cetera. Dus daarin zit er nog wel eens wat verschil van mening in. Hij zei op een gegeven moment, een organisatie moet niet groter groeien tot 30 mensen, want dan ken je niet meer iedereen. Ja. En dan verlies je de cultuur van je bedrijf. Dan denk ik van ja, kom eens een keertje langs, want dat kan dus ook anders. Dus maar dat is ook wel goed als het een beetje prikkelt. Ja. En ik vind de eurocommissaris die we op dit moment hebben, die op mededingen zit, dat vind ik zo'n tof wijf. Dat is echt, ik heb een paar interviews met die dame gezien en gelezen. En ze heeft zoveel kennis van zaken, maar ze weet het zo goed ook aan te pakken en zo goed ook uit te leggen en te verdedigen. Ja. Diep respect voor die vrouw. Ja, ik vind dat echt een hele toffe tante. Ze komt uit, volgens mij is een Deense, komt er ook uit de politiek. Daar is ze ook allemaal super toffe dingen gedaan. Dus ja, dat vind ik ook wel. Dat vind ik ook echt wel een dame waar ik met heel veel ontzag en wat die echt wel inspireert in die optiek. Ja. Uit een hele andere hoek dan de internetondernemertjes die we net een beetje bij langs gingen. Ja. En heb je ook boeken die je zou aanraden aan de luisteraar? Van, nou, die moet je in ieder geval lezen. Ja, je moet sowieso de Lean Startup lezen. Je moet sowieso Crossing the Chasm lezen. Maar die hebben jullie allemaal lang gehoord. Eén boek waar ik heel veel aan heb gehad en waar ik me steeds weer op betrap hoe goed ik het doe in mijn werk en hoe slecht ik het doe thuis, terwijl dat eigenlijk net zo belangrijk is, is How to Win Friends and Influence People. Het is een ontzettend oud boek. Het is ouderwets geschreven. Maar het gaat over hoe je omgaat met elkaar en met menselijke relaties. En ik vind dat echt een fantastisch boek. En iedere keer dat ik hem lees, besef ik weer hoeveel ik fout doe. En iedere keer leer ik er weer opnieuw een beetje van. En daarom moet ik komen. Ik lees bijna geen boeken, maar één keer per jaar pak ik dat boek eruit. Dat ding is ook helemaal inmiddels aan flarden. En dan toch eventjes weer lezen. Kun je één ding eruit noemen wat je dan triggert? Stel je voor, wij hebben een discussie. Nee, jij nodigt me uit voor een etentje. Yeah. Wij zitten daar aan tafel. En dat vind ik een heel mooi voorbeeld uit het boek. Wij zitten daar aan tafel en jij zegt op een gegeven moment, je hebt een bepaalde quote. Ik zeg, die quote vind ik een hele mooie quote en die komt uit de Bijbel. Yeah. En ik denk, die komt helemaal niet uit de Bijbel, die komt uit het boek van Shakespeare. Dus ik zeg op dat moment, nee, is niet waar, joh, die komt uit het boek van Shakespeare. En wij gaan daarover met elkaar in discussie. Stel je voor dat ik dan zeg, ik google het wel even. En het blijkt inderdaad Shakespeare te zijn. Yeah. Dan heb ik niet gewonnen. Nee. Als persoon voelt dat op dat moment ook niet zo. Sterker nog, jij hebt ook niet gewonnen, want jij bent ontzettend te kakker gezet. Dus eigenlijk zijn er op dat moment twee verliezers ontstaan. Ja. Daar gaat dat boek over. Over van, joh, voor de menselijke relatie maakt het helemaal niet uit wat het is. Het doet helemaal niks af aan die avond. Dus laat dat dan gewoon bestaan. Nou, en ik ben dan wel zo'n primaire lul die zegt, joh, dat is helemaal niet waar. Ja. En in zo'n discussie aangevallen, ik achteraf dan denk van, ja, waar gaat dit nou over? Wil je dan alleen je gelijk halen? Ja. Ja. Oh, wat goed. Ja. Zou Trump eens moeten lezen. Trump is zo'n mannetje, dan zie je eigenlijk de hele tijd, ik ben geen klein ventje, ik ben geen klein ventje, ik ben geen klein ventje. Dat zie je bij alle acties die hij doet. Het is eigenlijk een hele zielige meneer. Ja. En heb je zelf ook nog ergens hulp bij nodig? Dat je denkt, nou, daar zou ik nog wel, als iemand luistert die denkt, nou, als je me daarmee kunt helpen. Ik vind het internationaal uitbouwen van de organisatie, vind ik
dat klinkt wel gek, maar dat gaat maar lang niet snel genoeg. Voordat je alle paparazzen rond hebt om in een land aan de slag te gaan. En voordat je ook... Als ik hier in Nederland een blokker inloop, heb ik een bepaalde perceptie bij wat een blokker inhoudt. Wat voor soort winkel dat is, hoe ik dat moet framen in de winkelstraat, et cetera. In het buitenland ontbreek je dat complete besef. Dus je moet sowieso met lokale mensen aan de slag gaan. Maar voordat je dan de juiste man of vrouw hebt gevonden voor die job. Gewoon dat hele proces. Het klinkt altijd zo simpel. We gaan even internationaal. Ja. Maar dat is echt, dat valt me vies tegen. Ja. Als er mensen zeggen, ah joh, daar zijn we echt vet goed in. We doen even 10 vestigingen in een jaar. Met liefde en plezier mag je me morgen bellen, want dit spelletje heb ik nog niet begrepen. Bedankt voor het luisteren. Wil je zelf ook door de Innovatiewasstraat? Download dan het gratis boekje met 7 innovatietips via onze website innovatiewasstraat.com. Of doe mee met een gratis online sessie. Tot de volgende keer!